En daar zijn we weer met de 8e en voorlopig laatste aflevering van XCOM de Dag. Misschien gaan we door in het volgende jaar, maar niet voordat we deze spetterende outro gaan doen. En ik zeg spetterend omdat het moet moeilijker gaan worden. Vorige aflevering was zo ontiegelijk makkelijk. Ik weet niet wat er aan de hand was daar, maar we gaan proberen het onszelf iets lastiger te maken. Ik denk dat dat leuk is, sowieso voor de adrenaline. Maar ook gewoon, dat is XCOM. Het is makkelijk en dan ineens grijpt het je beet en maakt het je af. Dat is hoe ik XCOM ken. Dus ik verwacht dat dit ook nog gaat gebeuren in XCOM de dag. Hoe dan ook, we gaan voor die supplies, want ik wou voor de supplies gaan, omdat we nou al 3 afleveringen lang proberen we die supplies te krijgen. En natuurlijk krijgen we dan eerst een cutscene voordat we doorgaan. Volgens mij weet ik wat het is, maar oké, laten we dit afspelen. Hallo, commander. Het lijkt me dat je recente activiteiten Advent's attention. Ja, dat mag ik hopen. Unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. Ze verplaatsen stipjes. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common. A single word that appears in all their files. Avatar. De film of de serie. The black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent. Ik dacht James Cameron. I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. It is time to take a more direct approach. Though we may not know the exact nature of this Avatar project, we can still disrupt it. We must root out these hidden facilities with the help of local resistance cells. Ze mogen hun bandbreedte wel een keer verhogen. Kijk die pixelcount. And in the process, uncover the truth. Locate the source of this Avatar project, and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts, I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat, Commander. Ja, het werd ook wel eens tijd. Dit is het grote kwaad uit de base game en ook in War of the Chosen nog steeds. Het is de Avatar Project en het is een soort van ongoing proces die de metagame teistert. Dus je hebt hier bovenin, zie je het al heel makkelijk, een aantal blokjes. Als al die blokjes vol zijn, dan, nou ja, wat er precies gebeurt is nog een beetje up for grabs. Maar laten we zeggen dat het niet goed is. Dus wat wij moeten doen is zoveel mogelijk black sites aanvallen. Om zoveel mogelijk blokjes eraf te halen. En dan ervoor te zorgen dat ze nooit rondkomen met het Avatar Project. Hoe dan ook. Ik denk dat de slimste manier om dat te doen is nog steeds die freaking supplies ophalen. Oh, we hebben die zo hard nodig. En in de tussentijd, Michiel is klaar met zijn training. Dus die is nu een sharpshooter. En dan kunnen we iets... Hij wou een gunslinger zijn, dus dat gaan we dan ook zeker voor hem doen. Maar in de tussentijd kunnen we natuurlijk wel weer iemand anders trainen. En ik ben dan ernstig voorstander van om een dame mee te nemen in ons team. Dus dat wordt mijn vriendin. Die gaan we trainen en ik weet dat zij het liefst een specialist is. Omdat ze de robot schattig vindt. Dus ik ben voor. Oh, ik wou net zeggen, waar is ze? Maar ze is daar. Ik dacht heel even dat het die guy op de loopband was. Maar dat zou een aparte... wending in mijn relatie zijn. Hoe dan ook. Jessica is aan het trainen, dus goed. Ik zie trouwens ook nog dat we een unstaffed engineer hebben. Dus laten we eens kijken of we die gewoon hierop kunnen zetten. We hebben 2 unstaffed engineers. Wacht. Dat is niet slim, want we hebben nu wat supplies. Dus we zouden iets kunnen bouwen. In dat geval, ja, laten we dan meteen maar voor de proving ground gaan. En dat gaat 14 dagen duren, dus ga ik er eentje van afhalen. Zodat die hierop kan. En dan krijgen we binnenkort hopelijk de Proving Ground. En kunnen we verder in de main storyline. En daadwerkelijk de Avatar Project aanvallen. Hoe dan ook, dat is nu geregeld. We hebben nu weer heel weinig supplies. Dus we kunnen die andere facility nog niet bouwen. Maar dat komt zo wel, want we zijn nog steeds bezig met supplies. Gatheren. En daar hebben we de laatste beetje supplies. Dat is prima. Dan gaan we niet naar Reaper HQ. Wat we nu kunnen doen is nog meer supplies halen of contact maken met India. Gezien dit maar 2 dagen duurt en contact maken volgens mij een dag of 5-6, ben ik er voorstander van dat we de supplies gaan halen die hier liggen. We hebben ze nog steeds nodig. Dus de quest for supplies is never ending. Dus bij deze. Meer scannen. A
In de tussentijd is de Stun Lancer autopsie klaar. Dat is prima. Gaan we even kijken wat we daaraan hebben. Dat is de Arc Blade en de Ionic Ripjack. Was ik even vergeten dat de Ionic Ripjack nou ook voor Mox available is. Of in ieder geval voor skirmishers in het algemeen. Kan hij lijpere Justice moves doen en nog meer Batman zijn. De Arc Blade is natuurlijk voor onze Rangers. Is wel fijn. En we hebben een breakthrough. En de Sectoid autopsie is instant. Dan doen we dat natuurlijk. Dat is zodoende. Even Sectoid opensnijden. Laten we daar wat resources uithalen. En overigens, de Sectoids vind ik tot dusver erg meevallen met hoe lastig ze zijn geweest. Ik bedoel, we hebben natuurlijk vorige aflevering hebben we er gewoon eentje in één klap neergeslagen en that's it. Maar we hebben weinig echt mind control problemen gehad met hun. Dus wat we van deze Sectoid terug gaan krijgen, ik weet niet eens of we daar überhaupt iets aan gaan hebben. En nog altijd Fanta bloed. Sure. Tygon mag wel lekker snijden. En bij deze hebben we dus nu een Mind Shield gekregen. En we kunnen meteen meer research assignen. En waar ik een beetje aan zit te denken is... Kijk, we kunnen een laboratorium sneller laten bouwen. Maar dat gaan we voorlopig toch niet doen. Dus ik ben eigenlijk voorstander van om... Magnetic Weapons op te pakken. De Lost zouden ook leuk kunnen zijn om te doen... Maar ik ben ernstig voorstander van dat we Magnetic Weapons een keer gaan krijgen. Want we moeten gewoon sterker worden. En Tygon maakt daar zijn highest priority van. Ja, kom maar door. En dan gaan we weer door met supplies gatheren, want dat houdt ook nooit op. Bij deze. We hebben weer wat meer supplies. Kijken of we daar meteen iets mee kunnen doen. Want we kunnen dus nu wel nog een facility bouwen. Daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Infirmary, nee, ja. Power Relay hebben we ook voorlopig nog niet nodig, want we zitten goed qua power. Dus ik wil die resistance ring bouwen. Het gaat 12 dagen duren, dus wat we nu doen is deze eraf zetten. En dit gaat dan maar niet door, maar goed, dan kunnen we hier tenminste wel een engineer op zetten. En ervoor zorgen dat dit in een, even kijken, 6 dagen klaar is. Prima. Dat is prima in mijn ogen. Dan is dat. En de Magnetic Weapons duren nog 13 dagen. Hoe zitten we met onze soldaten? Dus, volgens mij hebben we best wel veel man. Ja, bijvoorbeeld Guido is wat moe. Ik ben wat moe. Maar ik denk dat wij wel fijne soldaten zijn om sowieso nog in te zetten. Maar we gaan eerst maar eens kijken wat onze volgende missie wordt. In de laatste aflevering van 2017. Dit is klaar. Ik hoef geen soldier. Ik hoef geen rookies. Ik ben ernstig voorstander van om contact te gaan maken met New India. Dus we vliegen die kant op. We betalen wat intel. En dan krijgen we straks ook meer supplies van deze regio. Yay. Intel hebben we voorlopig genoeg. Dus supplies zijn welkom. Bij deze. Land die Avenger neer. En tijd om contact te maken. Misschien dat in de tussentijd Jessica al klaar kan zijn. Nee, dat is niet het geval. We gaan een supply raid doen. Dit zijn soms lastige missies, soms heel makkelijk. Dus we gaan kijken waar we naartoe gaan. Het is Operation Soaring Omen. We gaan een transport dingetje oppakken. En we hebben Advent Loot. Dat is een sitrep. Maar de Void Demon kan ook langskomen. Onze assassin, vriend of vriendin. Ik weet nog steeds niet welk gender het is. Maar dat mag ik niet zeggen, geslacht. Oh, heb ik hem nou geïgnoord? Nee. Launch mission, zei ik toch? Of drukte ik hem weg? Nou ja, anyway, we gaan hem lanceren. Wel fijn, als het een makkelijkere missie is. Als het even niet... Ik zou het leuk vinden als het weer wat lastiger wordt. Maar ik hoop niet dat we nou in één keer aan het eind van 2017 gewoon onze hele squad uitgewiped wordt of zo. We hebben geen Lost. Tenminste, denk ik, hoop ik. Dus het is fijn om misschien Wester weer een keer mee te nemen. Wat we ook kunnen doen is Peter misschien meenemen op missie. Die is natuurlijk ook een grenadier. Maar ik heb Wester weinig in actie gezien. En ik wil hem eigenlijk dat hij even over zijn trauma heen komt. Dus bij deze. Marcel is nog steeds neer, volgens mij. Marcel is nog steeds gewond. Dus Daan moet even onze medic zijn. Onze invalmedic. Die samen is met Mox. Ik weet niet of ik Lenny mee wil nemen. Dragonova ben ik wel voorstander van. Maar... rechtermuisknop. Als je rechtermuisknop doet, dan verlaat hij de missie weer. Oké, wacht. Make utility items available. Make weapons available. Make armor available. Gaan we Lenny meenemen? Kijken of we misschien iemand anders mee kunnen nemen. Ik ben dan eerder voorstander van Guido en mij inzetten. Maar dan heb je natuurlijk wel de kans dat wij helemaal gewond raken. Dus zullen we Michiel meenemen? Hopen dat hij zijn sniper-actie aan kan gooien. Zijn er trouwens bonden die hij kan maken? Hij zou goed gaan met Leon. Campers dan. Dragonova wil heel graag vriendjes worden met Koen.
Ik denk dat we misschien voor Koen moeten gaan. We kunnen Koen meenemen. Koen is een sharpshooter geworden, evenals. Meer sharpshooters zijn altijd welkom. Al wil ik Koen eigenlijk nog respecken als specialist, omdat dat gewoon onze hacker zou moeten zijn. Dit is lastig dan. Hoe gaan we dit oplossen? Wie nemen we mee? Ik wil niet al te zwakke mensen. Ik zit er toch aan te denken om misschien niet Wester mee te nemen, maar een setje mee te nemen. Dus Guido en mij. Kijk, we zijn wel vermoeid, maar we moeten dat op zich wel kunnen flikken. Dus ik denk dat dat goed is. Veel granaten. We hebben andere missies, hebben we weinig granaten gedaan. Dus misschien is het leuk om nou juist lekker lomp te gaan met granaten. Even kijken of we ook nog iets kunnen bouwen. Een mindshield zouden we kunnen doen. Niet een al te groot voorstander van. Een flashbang hadden we. Ik ben nog steeds voorstander van dat ik die flashbang dan pak. En misschien dat Guido dan weer de nanoscale pakt. Dat hij wat sterker is. Ja, ik voel wel iets hiervoor. We kunnen nog even kijken of iemand nog een leuke upgrade kan gebruiken. Bijvoorbeeld Mox. Op zijn wapen. Free reloads. Sure. Free reloads zijn altijd fijn. Misschien was het beter om aan Daan te geven. Maar Daan heeft volgens mij 4 keer dat hij mag schieten. En Mox 3. Dus wat dat betreft, ja. De difficulty is moderate. Laten we hopen dat het waar is. En niet dat we net als vorige aflevering gewoon echt er doorheen walsen. Maar goed, die was dan ook easy. Maar ja, nogmaals. Easy missies kunnen echt alle kanten op gaan nog steeds. Dus ik ben benieuwd. We gaan ervoor. Begin mission. Ik ben nu toch aan het twijfelen over of vermoeide soldaten mee had moeten sturen. Oké, we gaan supplies raiden. Dus ergens zitten supplies, wij moeten ze zien te fixen. En ondertussen moeten we alle enemies kapot knallen. Hopelijk beginnen we concealed. We beginnen concealed. Fantastisch. In dat geval. Dan pakken we even Dragonova erbij. En Dragonova mag vooruitlopen. Waar moeten we überhaupt naartoe? Hier ergens? Oh, we hebben geen exact position, zegt Central. Dus we moeten gewoon gaan lopen en hopen dat we het tegenkomen. Ik denk dat we deze kant op moeten. Laten we dan even voorzichtig doen. Dragonova gaat niet snel gezien worden. Dus ik weet dat dit misschien een beetje een ballsy play is. Maar ik ben voorstander van om Dragonova gewoon lekker vooruit te gooien. Dan zien we misschien nog wat. Niks gezien. Oké, dus dat is een relatief veilige kant die we op kunnen wandelen. Dan ben ik voorstander van dat we iedereen naar voren gaan zetten. Dus inclusief mij. Ik kan nog niet naar boven. Net als ons allerliefste Dragonova. Dus ik ga gewoon deze kant op. Oh, ik vergeet dat ons Guido heeft natuurlijk extra mobility. Dus die kan een heel stuk verder lopen. Het lijkt hier veilig. Dus Guido mag op de grond. Hij is een voetsoldaat. Hij loopt lekker vooruit. Mooi level is dit trouwens. Ik dig het design. En dat terwijl het allemaal procedurally generated is. Zie je ook niet vaak. Daan. Daan is gebonden aan Mox. En ik wil Daan eigenlijk... Ik wil Daan ze de retribution geven die hij verdient. Hij, vorige aflevering, hij was erbij en hij keek ernaar. Dat was het vooral. Dus ik ben er eigenlijk wel voorstander van dat hij nou wat meer gaat doen. Mox mag ook stevig vooruit. Onze allerliefste Batman. Kan hij misschien al grappelen? Oh, hij kan heel ver grappelen. In dat geval gaan we grappelen. Batman. Na 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 na. Op dit moment is Mox een beetje onze frontlinie. En omdat we niet weten waar de enemy precies zit. Ik denk dat dit helemaal veilig is. Gaan we nu even met half steps werken. Dus nu gaan we even de blauwe moves maken. Kijken of we iets zien. Nog niks. Dan kunnen we een stukje verder vooruit. Wat is Mox's veiligste plek? Het kan niet hier zijn. Dit is het eind van het level. Dus het moet verder in noordwestelijke richting zijn. Voor zover dat het noordwesten is. Weinig echt veilige plekken, maar sure. Half cover dan maar. Mox redt zich wel. Oh, hij heeft een turret gevonden. Oké. Oh, shit. Chrysalids? Nee. Gaan ze ons zien? Gaan ze ons zien? Ze gaan ons niet zien, toch? Oké, dit is de eerste keer dat we zo'n Viper vinden.
Samen met een purifier. Oh, en daar zijn meer Advent soldaten. Sterke trouwens ook. Holy. Holy. Dit vraagt om een granaat. Of in ieder geval een manier waarop we de purifier kunnen laten ontploffen in het gezicht van die Viper. Hier staan dus ook veel enemies bij elkaar. We hadden wel een grenadier mee moeten nemen. Het is nu overduidelijk. We hadden echt een grenadier mee moeten nemen. Maar toch. Dragonova staat nog in de shadows. Laten we eens even kijken of we haar een beetje veiliger kunnen zetten. Dit is misschien net aan een veilige move. Staat ze op een klein beetje verhoging, maar waarschijnlijk te weinig om er echt iets aan te hebben. En hier kan ze nergens echt heel veilig gaan staan. Dus ik ben eigenlijk wel voorstander van dat Dragonova een stukje vooruit gaat. Misschien kan ze wel een claymore gooien. Het zou heel fijn zijn als we de claymore ergens gewoon een keer in iemands gezicht op kunnen laten blazen. We laten Dragonova even wat het is. We moeten hier tactisch zijn. Oh, hier zijn de supplies die we moeten of kunnen claimen. Mox mag een stukje vooruit, denk ik. Mox kan wel een stukje vooruit. Denk hier. Hopen dat we niet nou in één keer een andere pot vinden, maar lijkt me sterk. Oh, nee! Nee, nee, nee! Hoezo? Dat slaat nergens op! Nee! Dat is zo oneerlijk. Ja, ook. Goddamn. Dit is... was dit dom van mij? Dit was misschien wel heel dom van mij. Hier gaat de hele ambush. De hele ambush is kapot. Oh, nee. Dit is niet fraai. Iedereen staat nu gewoon vol geflankt. Oké, dit gaat helemaal fout. We gaan het gewoon proberen. Breng mensen in veiligheid. En, Daan. Retribution. Ik denk dat we deze guy gewoon kapot moeten schieten. Doe het, Daan. 5. Een kleine crit. Kan ik mee leven. En hij kreeg een ability point van de flanking shot. Wat kan ons Mox vanaf hier doen? Vanaf hier heeft hij wel wat... even kijken. Dat slecht schot. Dat is al helemaal een slecht schot. Dat is een heel vreselijk schot. En we gaan niet op die turret schieten. Die turret is niet handig. We hadden een grenadier mee moeten nemen. Overduidelijk. Mox heeft zijn grapple ook nog niet. Want als we hierop hadden kunnen grappelen, dan waren we heel snel heel veilig geweest. Dit is een nare gelegenheid. Maar ik denk dat we er nog wel iets van kunnen maken, als ik heel eerlijk ben. Wat we kunnen doen is... slicen. Deze Viper zou dood zijn. De Advent Purifier zou... ook dood zijn, maar kan in ons gezicht ontploffen. Laten we dat dus niet doen. Misschien dat we de Viper moeten slashen en dan een... dat ik een beurt geef aan Guido, waarop hij ook nog kan schieten. Daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. We slashen de Viper. Met zoveel mogelijk cover. Geven Guido nog een beurt en laten die Purifier kapot knallen. Hoppatee. Blade Master. Viper, dan deal. En zoals de Sitrep zei, we hebben extra loot. Dus Guido krijgt meteen de loot erbij. Guido is een god. Illyrium Core, netjes. High-end loot. Dan gaan we even kijken naar mij. Want ik sta hier en ik heb flutschoten. Ik heb eerste klas flutschoten. Dus ik ga Guido een extra beurt geven. Ik hoop dat... Ik sta waarschijnlijk nog wel veilig. Die Purifier gaat mij niet pakken. En de rest gaat mij ook niet zien. Dus dat komt goed. Wat we dan kunnen doen is nog een slash en onszelf een beetje out in die open zetten. Nee, want de slash gaat waarschijnlijk ontploffen. Dus dit is de beste move, denk ik. Wacht, we hebben kunnen geen zetten meer zetten. Dus dit wordt gewoon schieten. Hoop op een goed schot. Hoppatee, goed schot en hij ontploft niet. Perfect. Dat wil zeggen dat Daan ook zijn cover nog houdt. Oké. Dit gaat de goede kant op. En wie hebben we dan nog over? Dan hebben we mijzelf nog voor een halve beurt. Dan ga ik gewoon... Ik ga bewegen in mijn beurt. Ik ga vooruit. Ik moet komen helpen. Dus dit is waarschijnlijk de beste optie. Okay. Volledig cover. Ik sta er op zich best wel goed voor om wat snipershots te gaan maken. Misschien een Overwatch. En dan zitten we een beetje met Mox. Die voor nu relatief veilig staat. Zijn schoten zijn prut. Dus ik zit te denken aan Injustice. Als we de Stun Lancer kunnen pakken. Dan zetten we die out in die open waar Dragonova hem wellicht... erbij kan halen.
De Purifier is relatief ver weg. En die heeft niet zo'n heel groot bereik. Dus ik denk dat, dat dit de beste keuze is. We halen deze guy onze kant op. Nou, dat werkte. Slice hem kapot. Mox doet er lang over. Geeft de guy nog een soort van kans om te verdedigen wat hij niet deed. En dan is Dragunova onze laatste speler. En zij heeft nu al een flanking shot op de Stunlancer. Dragunova is ook nog in de shadows. Dus ik denk dat we dit gewoon moeten doen. 88%, 50% kans om te revealen. Maar in ieder geval genoeg damage om een kill te krijgen. Waarschijnlijk nog een crit ook. Met een beetje geluk dropt hij ook loot die Mox dan meteen op kan pakken. Let's go. 3 damage, dat was het laagste. Maar nog steeds genoeg om hem te killen. Dus dat is prima. Ze is wel revealed. We kunnen altijd nog terug de shadows ingaan als het moet. En natuurlijk komt nou ook de Chosen het veld in. Het is goed dat we een Reaper hebben meegenomen. Want dikke lul 3 bier. Deze meid heeft, of man, wat het ook is, heeft wel schade van Reapers. Immuun voor explosies. We kennen haar al, hè. En ze triggert geen Overwatches. Oh, en ze heeft increased damage van close range attacks. Dus het is goed dat we een Reaper bij hebben. Het is goed dat we een Ranger bij hebben. Eigenlijk haar 2 zwaktes. Oké, en de Sectoid gaat schieten op Mox? Ik had eigenlijk gehoopt dat hij een like tot leven ging wekken. Oh nee, hij gaat voor de mind control. Please laat het niet werken. Ja, mind control resisted, maar hij is wel panicked. Prima. Squadmate is panicked. En dat maakt... Wie maakt... Oh, dat maakt mij boos. Oh, ik ben nu shattered? En Mox schiet volledig mis op een turret. Dat ding beweegt niet eens. Oké, dat is niet goed. Dus dat was een goede play van de Sectoid. Maar daar kunnen we nog steeds iets mee. De Purifier komt iets dichterbij. Maar hij zet 2 stappen. Oh, gaat naar beneden? Waarom? En... Oh, zo. Ja, dit was omdat Mox dus in paniek raakte dat hij alle kanten op is gevlogen. Kan ik iets doen? Als in mijn karakter. Nee, die is shattered. Dus dat gaat hem niet worden nou. Oké, in dat geval. Gezien de Chosen nu in het spel is, denk ik dat het verstandig is om Dragunova in de shadows te laten werken. I am the hunter. En dan moves te gaan laten maken. Dus... Er kunnen weinig plekken echt veilig zijn hier. En waar is die Sectoid? We hebben nou geen visual meer op die Sectoid. Dat is jammer. Dan gaat Dragunova hier naartoe. Een beetje een advantage pakken. Dragunova zou de MVP kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld nou wel zicht op die Sectoid. Dat vind ik eigenlijk een iets te lage hitchance om te riskeren. Nog niet in ieder geval, nog niet. Onze Alledaan staat ernstig naar achter. Die mag een paar stappen naar voren zetten. We moeten wel oppassen dat er hier die Purifier vandaan komt. Daan moet vooruit en we moeten straks... Ja, die turret is lastig. We hebben ook niemand die de armor kan shredden. Dus ik had een grenadier mee moeten nemen, toch. Minder handig geweest met het oog op... Met het oog op de immuniteit voor explosies van de assassin, maar alsnog. Daan kan hier niet veel meer betekenen, dus die gaat op de Overwatch. Als die Purifier terugkomt. Wie hebben we dan nog? Dan hebben we ons Guido nog. Guido is natuurlijk wel over het algemeen onze MVP. En zou zo snel mogelijk richting die... Oh, ik moet geholpen worden. Iemand moet mij bij been brengen. Dat zou Daan eigenlijk moeten doen. In de tussentijd kan ik Guido nergens echt heel veilig naartoe brengen. Terwijl ik Guido wel dichter bij de Sectoid wil krijgen om lijp te gaan met slashes. Guido gaat mij bij been helpen en straks door naar de Sectoid. En tot die tijd Overwatch. Ik heb wel een probleem dat Mox niet te bewegen is. Mox en ik zijn allebei een beetje in paniek en dat is niet fraai. Want Mox is heel zwak daar en gaat het misschien niet redden. Dat zou na zijn als we Mox hier verliezen. Dan... Kijken we even wat de mogelijkheid is voor een mooie Claymore. Claymore kan net aanraken.
Maar waarschijnlijk gaat de sectoid bewegen. En we blazen misschien de loot op. Ik denk dat toch dat Dragonova gaat schieten. De kans is ja, het zou kunnen. We gaan er gewoon voor. Hopelijk blaast ze de cover niet op. 3 damage. Vreselijk slecht, Dragonova. Nou, ook niet je cover blowen. Oh, oké. Tot dusver het werken vanuit de schaduw. Dat de sector terugrent vind ik fijn. Gaat een lijk tot leven brengen? Ik denk het wel. Ja, oké, dat is prima. Daar kan ik mee leven. Dat de sector teruggaat is wel naar. Want we moeten die guy natuurlijk zien te slicen met Guido. Ik weet niet wat Guido voor Overwatch heeft, maar het is een goede Overwatch. Oh, mis. Oké, Daan schiet wel raak op de Purifier. Die schijnbaar in de grond zit. Hij komt omhoog. Oh, please, ga niet op Mox schieten. Oh, huh? Wat doet die guy? Oh, nee, Mox. Nee, Mox, please. Oh, close. Close. Waar is de Chosen? Oké. Ik ben niet meer shattered en ik zit niet meer in... Mox is niet meer in paniek, dat is goed. Wat die Purifier deed, is heilig. Wat die Purifier deed, wilde ervoor zorgen dat Mox nu leeft. En hetzelfde geldt ook voor de turret die misschiet. Wat Mox nu moet doen, is echt als een motherfucker zichzelf eruit naaien ergens. De sectoid kan slecht tegen Oh, we hebben geen Justice meer. Dat is jammer. Anders hadden we dat op de sectoid kunnen gebruiken. Laten we even kijken, want Mox moet er snel tussenuit vliegen. We kijken even waar hij kan grappelen. Hij kan grappelen naast... grappelen naast de turret. Dan... ik zie dan niet wat voor schot hij zou hebben. Maar ik zou denken dat een flanking shot is op de sectoid. Oké, Mox is erg gevaarlijk hier. Maar misschien moet hij wel terugvallen. Om een heal te krijgen van Daniel. Laten we eerst eens even kijken wat Daniel kan doen. Want ik vertrouw die Purifier zit hier met 2 health ergens. Dat is niet goed. Nu is het lastig. Mox is op het randje van de dood. Hij moet daar wel weg. Die zombie, dat doet me niet zozeer. Het is meer dat we die turret moeten hebben, op moeten passen voor de Chosen. En die sectoid moet zo snel mogelijk neer. Wat kan ik... Heb ik al een schot op de sectoid of zo? Ik heb een schot op de zombie. Ik heb een schot op de turret. Het zou een kill kunnen zijn op de turret. Wat ik ook kan doen is een flashbang gooien. En dat zou de sectoid zijn psionic powers breken. Ik kan alleen net niet bij de sectoid komen met de flashbang. Maar wat zijn de opties om dat wel te doen? Ik denk als ik hier ga staan, dan moet het kunnen. Ja, dit is the way to go. Oké. De flashbang zorgt ervoor dat we even niet hoeven te geven om de sectoid. Dat breekt als het goed is de psionic powers. Yep, dus die is dood. De guy die al dood was is nog een keer gestorven. Dat is wat we moeten hebben. Prima. Dus de sectoid is even Delphoid. Dan gaan we denk ik Guido vooruitbrengen als de pure katana baas die hij is. En ik denk dat we dan het vuur gaan openen op de turret. Want dat is voor nu even onze voornaamste probleem. Al zit ik wel te denken dat er ook nog die Purifier hier beneden is. En als die omhoog komt wil ik hem eigenlijk wel neerschieten. Dus Guido gaat op de Overwatch. Hopen dat die Purifier hem probeert een keer eruit te naaien en dan pakken we hem. Dan hebben we Daan. Die iets te ver naar achteren staat en niet echt heel veilig naar voren kan komen. Niet zonder een mooi schot te ruïneren. Dus misschien moet Daan... Ja, een tikkeltje naar voren. En ik twijfel nu tussen de beurt... Een extra beurt aan Mox geven zo of ook Overwatch. Dan hebben we Dragonova nog. Dragonova heeft echt een flutschot. Ze staat niet goed. Ze kan niet meer de shadows in. Er zijn een aantal mogelijkheden op flanking shots, geloof ik. Niet echt.
69%. Het is te weinig. De Claymore. De Claymore kan het... net niet. Oh, de Claymore kan het halen. En is 8 damage. Dan zijn we er wel klaar mee. En de Claymore gaan we toch niet gebruiken voor... ja, misschien is dit wel... nee, misschien kunnen we de Claymore beter gebruiken voor de turret. Al... wacht. Had ik niet nog een beurt om de turret te schieten? Dit zijn lastige keuzes, want dit zou het leven kunnen zijn. Misschien moeten we gewoon even Mox gaan bewegen en hopen dat hij een veilige plek kan vinden. Ik denk dat dit even onze beste optie is. Betere cover. En dan hebben we hier een zwak schot en daar een enorm zwak schot. In dat geval. Wat zijn onze grapple mogelijkheden nu? Kijk, dit is best wel een bazenplek. Dit ook wel. Ik weet niet of de turret ons hier kan zien. Het is wel nadat we de turret niet kunnen hacken of wat dan ook. En Mox zou hier zo makkelijk kunnen sterven. Misschien moet hij die extra beurt krijgen. Misschien moet hij wel gewoon hunkeren. Of we openen allemaal het vuur op de turret. Dit zou weinig damage doen. Maar Daan kan hier niks doen. Maar we kunnen Mox 2 keer laten schieten. We kunnen Dragonova ook een schot laten openen op de turret. Nee, lijkt erop van niet. Verdomme. Dit is lastig. Het wordt Overwatch. We gaan keuzes maken. En ik ga me schamen als dat niet de juiste zijn. Maar we moeten iets ermee doen. Daan kan hier niks doen. Ja, hoogstens Overwatchen. Guido staat al op de Overwatch. Ik ben mezelf volledig kwijt. Story of my life. En Mox gaat denk ik 2 keer schieten op deze guy. En hij schiet mis. Dat is fantastisch. Dit gaat helemaal goed komen. Kan hij gewoon een granaat gooien? Dit is the way to go. Waarom heb ik hier niet eerder over nagedacht? Dit is the way to go. Met een beetje geluk valt de turret... oh, oké. Ik dacht de turret stort in. Dat doet het niet. Hij is gedisoriënteerd. Schiet natuurlijk mis. Dat is prima. Zoals, de computer heeft nog nooit zo snel een keuze gemaakt. Wow! De grond ontploft. I can feel an earthquake up in here. En die gaat nog een keer schieten... en mist Mox nog een keer. God zij dank. Dan komt de Chosen. Please do niks met Mox. Please laat Mox met rust. Oh nee. I am wounded? Nee, die guy is dood, gek. Bleeding out. Oké, daar kunnen we iets mee doen. Ah, oké. Bleeding out. We kunnen Mox nog redden. We kunnen Mox nog redden. Maar ik schiet in de paniek. Dat is niet goed. En Bending Reed doet ze. Ik weet mijn god niet wat het is. Ja, oh my god, de assassin is zo praatgraag. Kom op, ik wil door. We kunnen dit halen. Oh, echt Central. Ik had het niet door. Ze heeft er zelf alleen maar grondig aangekondigd. Oké, Brittle. Dat is fijn. Dit telt als een close range attack, dus dat was 4 damage op de Chosen. Dat is prima. Ze rent terug. We weten waar ze zit. Iedereen heeft zijn beurt gehad, toch? Ja, iedereen heeft zijn beurt gehad. En ik ben nog steeds... ik ben weer in paniek. Mox is bleeding out. Daar hebben we niet heel veel aan. Die moeten we zo snel mogelijk zien te redden. Oh, dit is naar. Ik wil niet dat Guido Mox op gaat pakken. Ik wil eigenlijk dat Daan dat doet. Maar Daan is een heel stuk verder weg. Wat gaan we doen aan deze guy? Ik zit in paniek. Dat is ook niet fraai. Guido staat hier all out in the open. Daar kunnen we denk ik wel snel iets aan doen. De turret stort denk ik zo in. Of is de turret er nog wel? Is de turret er nog wel? Ik heb eigenlijk geen idee. Guido gaat moven, denk ik. Guido moet moven. Guido kan vanaf hier Mox oppakken. Dus we kunnen Mox redden en meenemen naar de extraction. Maar we moeten eerst alle targets neerhalen. Als Guido raakt... is er een kans van... dus er is 15% kans dat we hem killen. Dat is te weinig. Dus ik ga eerst even kijken of we nog andere opties hebben.
En we weten dat de Chosen hier is. Maar de Chosen... kunnen we relatief... De Chosen heeft er de Katana aanval gedaan. Dus ik ben er oké van... Ik ben er oké mee dat even nou niks is. Misschien is het tijd voor de... Het is hier tijd voor. Want ik wil de Reaper daar houden. Ik wil Draganova daar houden om eventueel te kunnen dealen met de Chosen. Wat ik nu ga doen is... de Claymore opblazen. Dus, want de Claymore hebben niks aan tegen de Chosen. Dus dit is prima. De Sectoid is kapot. Daar ben ik blij mee. Want dan hebben we Guido hier die... ofwel... deze guy op kan pakken. Mox. Ofwel... klaar kan gaan staan voor de reveal van... de Reaper. Ik ben er eigenlijk wel voorstander van dat hij hier gaat staan... zodat we misschien visual krijgen op de Reaper. Maar in de tussentijd... Daan moet naar voren. Daan moet gaan staan waar Guido nu staat. We hebben niks aan onze overwatches. Dus Guido gaat naar voren. Hopelijk triggeren we geen extra pot. En ja, Daan gaat moven. Daan gaat Mox redden. Daan, dit is je retribution. Je kan het. Al was het ook vet hoe je die guy opblies. Oké, dus de Chosen doet iets. Spawnt een enemy. Dan kan ik mee leven. Enemy mag nou toch niet aanvallen en is sowieso heel zwak. Dus dat is... Kom maar door. Stuur maar een noob het veld in. Prima. Die wel omhoog gaat. Dat is minder fraai. En de Chosen loopt een stukje. En... oh, doet dit ding. Wat is dat ook alweer? Volgens mij disoriënteert het ons alleen. Maar we gaan wel kijken wat het betekent. Oh, we zijn allebei dazed. Dat meen je niet. Dus nu er liggen daar 3 mensen dood op een hoopje. Basically. En nog steeds is... oh, oké. Oh, dit is niet fraai. Ik moet deze guys gaan redden. Ik kan ook schieten. Maar dat zijn te weinig, te lage odds. Dus wat ik doe is... Ik ga Guido omhoog helpen. Voordat de Assassin er iets mee doet. Dan help ik... ja, die is wel gedisoriënteerd. Dat is niet goed. Dan help ik Daan omhoog. Daan. Revive. En Daan pakt Mox op. Of healed Mox. Een van de twee. Oké. Okay. En dan heb ik nog een... oh nee. Oh shit. Ze hebben nou nog maar halve moves. Dus Daan kan nou ook Mox niet oppakken. Dat is niet goed. Daan moet hier blijven. Kan niet hunkeren. Kan alleen maar reloaden en overwatchen. Ja, dan wordt het overwatch. Draganova is er kogels kwijt. Dit is super handig. Maar heeft wel een schot op deze guy. Kan een kill zijn... ik denk eigenlijk dat ze voor de Overwatch moet gaan. Al is het ook wel fijn als we dit doen, dan is deze guy in ieder geval neer en kunnen we door met de Assassin. 44% kans, Draganova, don't let me down. Hoppatee. Oké, daar zijn we klaar mee. En er ligt loot van de grootste noob op aarde. Prima. Dan hebben we een halve move voor Guido. Die beter niet in Overwatch kan gaan, want daar hebben we niks aan. Dus ik... ik denk dat hij misschien wel moet gaan hunkeren of gewoon gaan herladen. Herladen is nog niet nodig. Dus ik laat hem hunkeren, denk ik. Dat mocht hij de aanval op zich krijgen... dan overleeft hij tenminste. Hopelijk. Vanishing Wind. Ze nakt hem eruit. Predalmox is bleeding out. Weet ik. Maar nu kunnen we hem tenminste overeind helpen. Daan. Waarom kan Daan hem niet overeind helpen? Waarom kan alleen ik dat? Ben ik de enige die het kan? Nee, ik wil Mox niet kwijtraken, dus ik pak hem wel op dan. Hopelijk bleedt hij nu niet meer out. Maar ik weet niet of dat waar is. Misschien moeten we hem eruit nakken. Misschien moeten we hem... ja, er zijn nog enemies ergens hier. En ik vind het een lastige situatie.
Of het is alleen nog maar de Chosen. En als het alleen nog maar de Chosen in is, dan heb ik er eigenlijk nog wel vertrouwen in dat we nog kansen hebben. Want ze heeft een heleboel van haar abilities al vernaggeld. Dit is lastig. Wat ik Guido even snel laat doen is een stukje vooruit en deze supplies claimen. Wat hij niet kan, want hij is nog steeds gedisoriënteerd. Oh, dit is zo niet fraai. We gaan door. Ik denk dat we doorgaan. Herladen dan maar. Disoriëntatie is waarschijnlijk klaar het volgende ronde. Dus dit moet prima zijn. We kunnen ook gewoon, we kunnen nou ook een helikopter evac inroepen en misschien is dat wel het slimste. We gaan zo een helikopter inroepen, denk ik. Ja, ik denk dat dat het slimste is. Gewoon even veilig gaan staan. Ik weet niet waarom dit ding nog licht heeft, die tile. Herladen. En Dragonova mag misschien vooruit. Ik weet niet wat we eraan hebben. Dragonova een stukje vooruit. We blijven dicht bij elkaar, dat we snel een evac in kunnen roepen. Anders is het prima. Anders dan dan gaan we door. Ja, de Assassin is duidelijk nog wel in het speelveld. Dat is niet goed. Gewoon bij elkaar blijven en veilig blijven. Misschien dat dit een enemy pole triggert waar ik nu naartoe ga. Maar ik wil het gewoon proberen. Heel langzaam met Mox bij me. Super handig. Die eventueel ook nog geheeld kan worden. Ja, end turn denk ik. Nee! Nee, wat? Nee! Wat? Huh? Maar Mox is nu... Huh? Oké, dus ik ben nu dazed. Zij nakte hem eruit. Hoezo zat ze daar? En hoezo zagen we haar daar niet? Dus, dus Predel Mox is nu dood. Huh? Ik dacht dat Mox hier nog staat. Predel Mox is dood, maar... Of ben ik dit? Hij ligt hier nog. Volgens mij is er iets fout gegaan in de game. Waar ben ik? Ben ik dood? Dit is... Ben ik dood? Ik heb geen idee. We hebben in ieder geval supplies. Is Mox dood? Dit is heel apart. En hoezo zagen we haar niet? We zaten letterlijk naast haar. Guido. Revive. Wie dit ook is. Volgens mij ben ik het, maar... Dus ik ben het, maar... Huh? Maar... Oh, we zitten door elkaar heen. En... Oké. Ik snap het. Dus Mox is nu dood, maar we dragen zijn lijk met ons mee. Super handig dit. Daan, alsjeblieft, vertel me dat je kan healen. Daan is volgens mij nog steeds gedisoriënteerd en kan dus niet healen. Oh mijn god. Dit gaat hem niet worden, wel. En Dragonova kan hier niet komen. Dragonova kan hier komen. Maar volgens mij wel onze enemy zit. Oh, dit gaat alle kanten op. De loot laten voor wat het is. Ja, open die deur maar. Wie weet, is er nog iets binnen? Oh, ze is daar. Kunnen we iets remote starten? Want ik zie dat we een remote start hebben. We hebben een auto die we niet op willen blazen. Is het een remote start? Prima. Oh, we hebben een schot op er. Met 56% kans, terwijl we dat niet kunnen zien. Ik denk dat de hoogste tijd is om schoten te gaan maken. We hebben toch niks aan Overwatch. Mis. Prima. Oh my god, dit is een... Ja, dan droppen we Mox, want Mox is neer. Dus die mag van mij... Mox is nou echt dood. Op een of andere gekke manier. So be it, mijn jongen. Rest in peace. Ja, wat doen wij nou? Oh, zij is daar. We hebben geen granaten meer. Guido is nog steeds gedisoriënteerd. Of in ieder geval heeft... Oh nee, hij kan geen move meer maken, dat is het. Omdat we al een revive hebben gedaan met hem. Dan hebben we Daan, die ook niet veel kan betekenen at the moment. Maar moet straks wel een heal gaan geven aan mij. Vraag is alleen waar we dan even gaan staan om dat te fixen. Heb ik nog een beurt? Ik heb geen beurt meer. Dat is niet fraai, want ik heb die heal hard nodig.
Guido kan niet omhoog om een melee te doen. Want ze is slecht tegen melee. Oh, shit. Guido loopt even om en gaat even veilig staan. Hij kan zo omhoog komen. Hoop ik. En Daan komt iets dichterbij in de hoop mij de volgende pot te kunnen healen. Al denk ik dat ik dood ben. Als de Chosen nu aan de beurt is, dan denk ik dat ik dood ben. Maar in dat geval gaan we even 8 protocollen op mij. Dan komt de volgende ronde de health kit er wel bij. Hoop ik. Want ik sta daar echt niet fraai. Ik sta daar helemaal in het open. Ja, die gaat mij kapot schieten. Harbor Wave. Dat doet volgens mij genoeg damage. En we kunnen niet dodgen. Ik ben benieuwd. Dazed. Ik ben weer dazed. Hoezo ben ik niet dood inmiddels? Oké, de loot is expired. En alleen ik ben dazed. Maar ze staat nu wel out in the open. Dus wat we doen is... Gaat Guido mij reviven? Nee, Daan gaat mij reviven. Daan gaat hier staan. Revive mij. Voor gratis beurt. Oké, ik ben niet meer dazed, maar ik ben wel weer gedisoriënteerd. Natuurlijk. We kunnen mij reviven of we gaan gewoon vol schoten openen op de Lost. Chosen. Wat kan ik doen? Want we hoeven niet de medkit te gebruiken als we deze guy gewoon nauw kapot kunnen schieten. Ik heb alleen nog maar mijn pistool. Maar ik ben ook gedisoriënteerd. Ik denk als we allemaal het vuur openen, dat we daar best wel iets aan kunnen hebben. 90% van de Reaper. Door de muur heen. Daar ben ik oké mee. En de remote start is nog steeds dat ding. Dus dat, ja, ik denk dat ons beste schot hier is inderdaad gewoon een schot maken met Dragunova. Ja, 4 damage maar. Dat is niet fraai. Dan gaat Daan, denk ik, schieten. Nee, wacht. Eerst even kijken of... Guido. Guido gaat slashen. Dit zou de haar neer kunnen hebben. Dat moeten we hebben. Hoppatee. 9 damage. Dat was hem. Nice. 5 ability points. Was dat de missie? Ik hoop het wel. Er zijn toch niet meer enemies? Doodse stilte. The assassin was defeated in battle. God zij dank. Ja, dat was hem. All hostiles are down. Niet normaal. We zijn Mox kwijt. De persoon die we 2 afleveringen geleden nog hebben gered, is neer. En ik ben ernstig, ernstig verwond. Ik ga hier geen foto, geen mission foto. Dit is niet een... Dit was niet de zegen die we hadden moeten hebben. Niet normaal. Maar we hebben de Chosen in ieder geval verslagen. Dat is iets. We zijn Mox kwijt. Dat is erg naar. Maar het zat er ook wel een beetje aan te komen. En ik zweer, de Assassin heeft te veel abilities. Dus heeft wat 2 keer de Harbor Wave gedaan? Niet normaal. We zijn er 1 kwijt. Jammer. Mox. His sacrifice. Is our strength. Take photo. Dat is prima. En terug. Mooie foto. En Daan heeft eindelijk zijn promotie die verdiende. En ik ben ravely wounded. Ik ben 8 dagen uit commissie. Dat kan. Guido is niet gewond, maar is waarschijnlijk ontzettend moe. Dus die kunnen we ook niet inzetten. Oké. Het wordt een combat protocol, denk ik, voor Daan. We hebben al een medic, maar... Nee, we hebben 2 medics nodig. Het is... Daan, je bent een medic. Sorry. Ik had hem liever op de combat protocol gehad. De combat hacker. Maar nee, we hebben echt meer medics nodig. Dat is wel gebleken. Maar goed. Wat we hier aan over hebben gehouden is wel bizar lekker. Hoeveel loot we hiervan hebben. Hoeveel supplies. Dat is fantastisch. We hebben voor het eerst een Viper gekilled. We hebben voor het eerst een turret gekilled. We hebben voor het eerst een Purifier gekilled blijkbaar. Dat is goed. En Guido is shaken. Dus die moet nu gaan rusten. Dat is niet normaal. En ik heb een negative trait. Ik heb een demonofobia. Chance to panic when encountering a chosen. Oh, fijn dit. Dit is waar we op af gaan sluiten, jongens. Dit is een pijnlijke afsluiting.
Maar het is ik zei het, het is moeilijker geworden. Het ging gebeuren. We zijn Mox kwijt. En daarmee gaan we 2017 met XCOM de dag afsluiten. We gaan kijken wanneer we weer XCOM de dag oppakken. Maar dit was het in ieder geval voor de eerste 8 afleveringen. Ik heb ervan genoten. Laat me vooral weten wat jij ervan vond tot dusver. En vooral ook wat je vond van deze vreselijke play. Want dit potje moet denk ik zo'n beetje de slechtste zijn geweest. En we hebben daadwerkelijk onze eerste dood binnen. Dus dat is jammer. Rest in peace, Mox. En ik hoop dat jullie allemaal een fijne jaarwisseling gaan hebben met een fijne kerst alvast toegewenst en dergelijke. Tot snel. Ik hoop jullie te zien in 2018 met meer XCOM de dag. Of niet, misschien wel gewoon iets anders op gamersnet.nl. Mag allemaal. Nieuws, trailers, previews, reviews. Je kent het inmiddels wel. Ik was Tom en dit waren de eerste 8 afleveringen van XCOM de dag. Ik wil je zeer bedanken voor het kijken. Tot ziens.